Stel dat de Russen het hebben gedaan. Christophe van der Maat was nog wat voorzichtig enkele uren geleden. Inmiddels weten we meer en meer en heb ik contact met CDA Tweede Kamerlid Dirk Boswijk. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Bent u al op het moment om kleur te bekennen? Nou, kijk, het is altijd heel erg moeilijk en zeker vanuit Nederland om vast te stellen wie er achter heeft gezeten. Maar als je gewoon alle voor's en tegen's en alle argumenten afweegt, ja, dan lijkt het toch sterk op dat Rusland hier achter zit. Er is namelijk geen enkel belang vanuit Oekraïns perspectief om dit te doen. En vanuit Russisch perspectief zijn er wel degelijk een aantal belangen. Onder andere het offensief wat Oekraïne natuurlijk begonnen is. Ja, dat wordt hier wel ontzettend mee bemoeilijkt. Omdat het gebied wat nu onder water stroomt, ja, hard nodig is als een soort bruggenhoofd om de Dnieper over te steken. Ja, en dat komt nu gewoon letterlijk onder water te liggen. Plus dat natuurlijk heel veel tijd en energie nu wordt gestoken in het evacueren van burgerbevolking. Vanuit Oekraïns perspectief is er gewoon niet echt een reden te noemen waarom dit een goed idee zou zijn. En dus wijzen we toch naar Poetin. Uw collega Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma noemde het hier een half uur geleden een terroristische aanslag. Zijn dat ook uw woorden? Nou, kijk, het is natuurlijk, laten we eerst zeggen dat het verschrikkelijk is wat er gebeurd is. En dat we weten dat Rusland al heel veel misdaden heeft gepleegd. En dat ze er ook niet voor terug zullen deinzen om dit opnieuw te doen. Waar we alleen wel voorzichtig in moeten zijn om deze daad aan zich nu meteen een oorlogsmisdaad te noemen. Waarom? Omdat vanuit militair perspectief mag je altijd, als een bepaald doelwit kan worden geraakt om militair voordeel te halen, dan zijn daar wel redenen voor, of in ieder geval argumenten voor, dat je dat soms mag doen. Dat klinkt een beetje gek, maar dat is wel zo. En dat heeft heel veel erg met de proportionaliteit te maken. We kunnen nu nog niet vaststellen wat de effecten zullen zijn en wat precies de argumenten zijn, maar dat het natuurlijk voor de Oekraïnse bevolking gigantische impact heeft en het vreselijke gevolgen ook op de lange termijn. Ja. Ja, dat staat natuurlijk vast. Maar om nu al meteen na een paar uur al te zeggen dat dit een oorlogsmisdaad, daar ga ik toch iets voorzichtiger in zijn. Heel kort nog even dan voor die Oekraïnse bevolking moet er natuurlijk wel wat gebeuren. Tientallen dorpen worden geëvacueerd. Moet er vanuit Europa dan ook meer komen wat betreft humanitaire steun bijvoorbeeld? Nou, daar ben ik zeker voor. En ik denk dat dit ook wel weer aantoont dat we moeten volharden in de steun aan Oekraïne. En dat inderdaad, wat de staatssecretaris ook al zei, dat Rusland bereid is om heel ver te gaan. Mm-hmm. Dus dat dit ook wel aangeeft dat dit nog waarschijnlijk nog heel lang gaat duren. Ja. En wat er wel ook nog wel interessant is, op korte termijn heeft het grote consequenties voor de Oekraïnse bevolking. Op de lange termijn heeft het negatieve gevolgen voor onder andere de watervoorziening op de Krim. Ja. Dus tactisch is het misschien een militair verstandig stap die Rusland zet. Ja, strategisch op de lange termijn kan het dan juist ook wel weer nadelig uitvallen. Dus dat is nog wel interessant om te zien hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ook dat blijven wij volgen. Ik dank u voor de toelichting. Dirk Boswijk, CDA buitenlandwoordvoerder. Hans-Nak Melissen, je bent vaker in dat gebied geweest. Kun je ons meenemen in wat we ons hierbij moeten voorstellen? Ja, ik wil even inhaken ook op de Krim. Het is inderdaad interessant dat het waterniveau bij de Krim ook zal gaan afnemen. Het is een kanaal naar de Krim toe en dat verliest dan mogelijk zijn water. Maar denk ik daarbij, voor de Russen is dat een soort korte termijn iets eigenlijk. Maar ze willen vooral de Krim behouden. En als dat kan op een manier waarbij het deels verwoest, zou dat een argument voor Rusland kunnen zijn om dit op deze manier te doen. Ja, kijk, Gerson is een stad, een havenstad. Hè? En het gebied eromheen wordt nu bedreigd eigenlijk. En ook Gerson zelf deels. Maar dat heeft zijn haven natuurlijk aan de laagste kant bij het water. En die stad, nou, is wat glooiend, daar ben ik ook geweest. Daar komt niet de hele bevolking van in gevaar. Maar wel in die dorpen die dus lager liggen. En ook industrie dat daar aan de oevers van de rivier ligt. Nou, die rivier wordt dus steeds breder doordat het veel meer water krijgt. Is dus militair gezien voor Oekraïne moeilijker om over te steken. En daardoor denk je natuurlijk vooral, ja, dat is een daad van Rusland. Maar goed, ik zit net nog dingen te bekijken waar toch mensen blijven wijzen naar van ja, Oekraïne zou het mogelijk zelf gedaan kunnen hebben, omdat het anders toch door de Russen gedaan was. Maar waarom zou je dat dan bedreig je wel je eigen bevolking? Ja. Ja. Wat zijn dat dan voor mensen die met zo'n die theorieën komen? Er zijn allerlei mensen die zelf in dat gebied gewoond hebben. Mensen ter plekke kennen. Maar ik weet niet beter, niet alleen van deze oorlog, maar ook van alle andere oorlogen waar ik verslag van gedaan, dat er altijd voor elke theorie ook een tegentheorie bestaat. Maar er zullen ongetwijfeld satellietbeelden zijn. De Amerikanen houden alles in de gaten. Die kunnen bepalen wat er nou bij die dam gebeurd is. Dus de Amerikanen die zouden het dan moeten weten, als iemand dat het weet? Dat zou ik denken.
Wat betekent het